Yo, Gianon hier en welkom terug bij een nieuw seizoen van F1 2020 My Team Career Mode. Aflevering 37 staat voor de deur. Seizoen 4 zijn we aangebroken. Na een succesvol seizoen 3 gaan we dus verder met seizoen 4 natuurlijk. Maar goed, ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode. In een paar dagen tijd zijn we van 75 abonnees naar de 81 abonnees gegaan. Super bedankt allemaal voor dat we de grens hebben bereikt richting de 85. Besef even, 85 mensen. Dat is wel heel veel. Dat is echt heel veel. 81 al sowieso. Dus ik wil jullie daarvoor hartstikke bedanken. Maar goed, ben je nieuw op mijn kanaal? Zou ik zeker abonneren voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. De cash is gewoon heel veel. $66,46 miljoen. Erbij gekregen. Dat is gewoon ontzettend veel. Hier nog de resultaten van vorig seizoen. We werden wereldkampioen met 9 overwinningen. 5 pole positions, 278 punten. En we werden constructeurskampioen. Russell met 1 overwinning. En dit is de nieuwe auto. Ik heb voor een soort van retro kleur gekozen. Super gaaf. Serieus. Het is gewoon de beste auto die ik tot nu toe heb gemaakt in F1 2020 My Team Career Mode. Ongelooflijk mooi dat dat zo is gebeurd. Het logo is ook mooi aangepast. Dat is heel goed. De kalender, we beginnen wel in Australië, dat wel. Vietnam gaat eruit, Monaco gaat eruit, sowieso. Want dat is gewoon niet mijn circuit. En Japan gaat er ook uit. En daar komt misschien Abu Dhabi voor in de plaats. Even alles dubbel controleren. En Singapore is dus ook nu op de kalender zoals het er nu vooruit ziet. Seizoen 3. Ja, dat was toch een leuk seizoen. We hebben... Jezus Christus, daar gaat mijn spraak. We hebben gevochten met Lewis Hamilton voor de wereldtitel. We hebben gevochten met Mercedes voor de constructeurstitel. Die hebben we in Brazilië, de vorige aflevering dus, bevestigd. Het wereldkampioenschap bij de rijders hadden we in Amerika al bevestigd. Super gedaan dit. En dan vind ik het denk ik wel gewoon oké zo. We beginnen dus in Australië, gaan door naar Bahrein, China, Nederland, Spanje, Canada, Frankrijk, Oostenrijk, Engeland, België, Italië, Singapore, Rusland, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi. Dat is dus de kalender. 16 ronden lang gaan we hard pushen om weer wereldkampioen te worden. De AI gaat omhoog naar 95. Dat is nog eens bizar. En dit is dan dus de auto met alle sponsors erop. We rijden met nummer 1. Waarom? We zijn wereldkampioen. Ik wil het wel aan jullie tonen. Niet met nummer 81. Maar dat gaat gewoon weer op als we niet wereldkampioen worden. Maar dit seizoen wil ik graag een tweevoudig wereldkampioen zijn. Dus daar gaan we ook lekker voor pushen om dat te kunnen waarmaken. We hebben wat geld binnengekregen. Dat is dus het sponsorgeld en de uitslag van het WK. Hier is dan dus de nieuwe auto met het F1 thema eronder. Ik vind hem prachtig. Serieus prachtig. Heel mooi gemaakt. En dan gaan we ons denk ik opmaken voor de grote prijs in Australië. We hebben wat veel geld over. En Ricciardo is dus nu officieel gestopt met zijn carrière in F1 2020 My Team Career Mode. Maar goed, ik denk dat het tijd is om naar de kwalificatie te gaan voor de grote prijs van Australië. We zijn aanbeland bij de allereerste kwalificatie van het nieuwe seizoen in Australië. Voor het eerst in de career mode gaan we hierop rijden. En kijk eens naar de auto van het onboard shot. Prachtig! Gewoon prachtig! Ik ben er gewoon hartstikke blij mee. Ook de helm is aangepast. Groen met wit. Hele mooie helm dus. Een beetje Mick Schumacher-achtig. Maar goed, einde Q1. Sorry, einde ronde Q1. Misschien ook wel eindelijk Q1, maar goed, boeien. Waar staan we? We staan op dit moment op P9.
Dat is goed genoeg voor Q2. Dus we gaan er weer voor zitten om te kijken of wij door kunnen komen naar Q3. Waar staat George Russell? Die is wel door naar Q2, gelukkig. DRS geopend voor het rechte stuk. En de auto voert heel goed aan. Dat sowieso. We rijden nog steeds met Ferrari motoren. We zijn het team gewoon trouw. Hamilton met een 1.19.4. Wij komen op 39.000ste van de Brit tekort op P1 in Q2. We zijn inmiddels aanbeland bij Q3. Russell is volgens mij ook door. Dat is heel goed om te zien. Want we hebben onze performance in de Research and Development lijn hebben we behouden. We zijn nog steeds het tweede snelste team van het veld. Mercedes leidt nog steeds. Terwijl we die eerste bocht volledig afsnijden. Maar we krijgen er geen waarschuwing voor. Dus dat zit wel snor. Komen we aan bij start-finish. En het is P2 op 3/10 van Lewis Hamilton. En je ziet naar de klok. We hadden een probleem namelijk in Q3. Alleen dat heb ik er niet bij gezet. Lewis Hamilton pakt de allereerste pole van het nieuwe seizoen. Wij zetten dus naar P2. Bottas naar P3. En Russell naar P4. Hij zit er gewoon weer bij. Super gedaan. Een Mercedes 1-3 en een Schaven 2-4. Dat zie je maar zelden voor. Want de laatste keer was in Verenigde Staten dat we dat dus hadden. Ja, ik had dus 3 runs gedaan. 2 ervan gingen niet goed. Eentje wel. Mooi. Dan zou ik zeggen, op naar de wedstrijd. Voor de grote prijs van Australië voor het nieuwe seizoen. Seizoen 4 gaat beginnen. We zijn er klaar voor. Hopelijk jij ook. Daar gaan we dan voor de allereerste wedstrijd hier in Australië. No more testing, no more practice. This is the real deal. And it's make or break here at Albert Park, home of the Australian Grand Prix since 1996. And home to round 1 of this year's Formula One World Championship. The Melbourne circuit is certainly one that needs to be taken seriously. Its combination of slippery surfaces and difficult corners make it a tricky track when it comes to overtakes. Drivers find it hard to pass and will need to take full advantage of those DRS zones if they want to have any hope of breaking through. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. They've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lewis Hamilton lines up on pole position and the professor completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Bottas, Russell, Carlos Sainz and Kvyat, Norris, Albon, Verstappen and Charles Leclerc, Vettel, Gasly, Sergio Perez and Stroll, Ocon, Delatraz, Kevin Magnussen and Nicholas Latifi, Giovinazzi, De Vries, Matsushita and Romain Grosjean sits at the back of the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? De strategie voor vandaag is soft, medium, medium. Aan het einde van de wedstrijd kan het wat bewolkter gaan worden, maar er is geen regen voorspeld. Dat is alleen maar goed. We starten dus vanaf P2. Voor ons Lewis Hamilton, achter ons Valtteri Bottas. Daar gaan we dan voor de allereerste wedstrijd in Australië. De lampen gaan dus aan, die zijn dus aan voor de allereerste aflevering van seizoen 4 van My Team Car Remote. Aflevering 27 is onderweg en we komen beter weg dan Lewis Hamilton. We hebben hem al gelijk verschalkt naar de eerste bocht toe, de leiding al veroverd. Dit is wat we moeten zien, Russell is in gevecht met Carlos Sainz voor P4, want hij heeft een plekje verloren aan de Spanjaard. Lewis Hamilton kan niet terugkomen in mijn slipstream en dus behouden we de leiding in ronde nummer 1. Goed om te zien. We behouden niet de leiding. We pakken de leiding af van Lewis Hamilton in ronde nummer 1. Dat is goed om te zien. Ronde nummer 2. En Hamilton kijkt daar naar die buitenkant. Maar hij kan hier niet aanvallen. Want wij gooien de deur dicht. En dit keer is het Valtteri Bottas die naar P2 gaat. Russell nog steeds op die P5. Dus dat belooft nog wat. Einde ronde nummer
2. En daar zit dan Valtteri Bottas met een aanval. En hij zit ook een snelste race onder neer. Dat is inmiddels Carlos Sainz met een 1.24.3. Bottas kijkt er naar die buitenkant. Lukt niet. DRS beschikbaar gesteld door Race Director of Race Control. En Russell naar P5. Bottas is naar P2. Hamilton naar P3. Ronde nummer 4. En daar gebeurt iets. Het is daar geel. Daar is iets gebeurd. Bottas heeft Hamilton geraakt. Russell naar P2. Safety car is uitgevallen. Wat is daar gebeurd? Lewis Hamilton is uitgevallen in de wedstrijd. Verstappen heeft een 5 seconden tijdstraf gekregen. Maar wat is daar gebeurd? Volgens mij is Valtteri Bottas hem daar gewoon verloren op topsnelheid. Hij heeft een momentje gehad volgens mij. Want hij keek. En ik gooide de deur daar dicht. En Bottas had een momentje. En ja, en dan ben je gewoon de auto kwijt. Dat is er volgens mij wat er gebeurt. Fiat duikt niet naar binnen. Russell duikt ook niet naar binnen. Wij duiken dus wel naar binnen tijdens deze safety car fase. En gaan wat tijd winnen op de jongens volgens die nog naar binnen moeten. Dat is heel goed om te zien. Vettel heeft een tijdstraf gekregen. Giovinazzi heeft ook een tijdstraf gekregen. En we komen terug op P13 achter Kevin Magnussen die op die mediumband is gestart. Ronde nummer 5. Dat is allemaal heel vroeg gebeurd. Dus we moeten kijken waar deze mediumbanden ons naartoe brengen. Of er misschien nog een safety car fase komt. Ja of nee, weet ik niet. We zien het allemaal vanzelf wel. Maar tot nu toe een hele rare grote prijs. Met een hele rare crash van Valtteri Bottas. Ik heb wel de replay camera. Maar ik heb gemerkt dat Sony Vegas crasht. Als ik die erin zet in de video. Dus ik probeer het even zonder. Ik heb een aantal momenten namelijk gehad dat ik deze video al heb gemaakt. Maar dat hij dan crasht tijdens het renderen. Dus dan is gewoon heel deze video dan eigenlijk gewoon vernacheld. En dat gaan we dus niet doen. We zijn dus achter Kevin Magnussen beland. En dan krijgen we dan nu een melding te zien in ronde nummer 6. Dat de safety car naar binnen gaat. George Russell volgens mij mag het tempo gaan bepalen. Hij leidt dus de grote prijs voor Schavende Racing. Wij dus naar P13 in ronde nummer 6. Weet wel dat er nog 26 ronden te gaan zijn. En Russell gaat het veld ophouden. Zoals ik ook altijd doe als er een safety car is. En wij rijden dan dus aan de leiding. Wanneer gaat Russell op zijn gas? Wordt hier heel langzaam rijden. We gaan weer racen. Want Russell is over 2 seconden, nu dus, overstart finish. Groene vlag wordt gezwaaid. We gaan weer racen in Australië in ronde nummer 7. 4,9 seconden is het naar George Russell. Hij leidt dus de grote prijs van Australië. En Magnussen is hier dan gezien? Vraagteken. We gooien onze overtakeknop aan, zitten in de slipstream, kijken naar de binnenkant van de Deen. En we zitten ernaast en we zijn er voorbij voor P12. De volgende heet Matsushita. En die is hier dan gezien op de exit. Een beetje toucheren met elkaar, dat mag wel. En P11 is van ons. Giovinazzi heeft een tijdstraf van 5 seconden gekregen. En we zitten in ronde nummer 7. En daar is dan ook Romain Grosjean gezien. Want Giovinazzi heeft Grosjean ingehaald. En voor Giovinazzi rijdt Sebastian Vettel. George Russell zet een 1.23.8.4.9 neer. Wij noteren een 1.25.4. We laten het liggen in sector 3. Daar is dan ook Giovinazzi gezien. Hier nog niet, want het is hier een beetje smal. We moeten zo meteen kijken of we hier wat kunnen. We kijken naar de buitenkant. Giovinazzi laat ruimte over. En wij gaan dus naar P9 in ronde nummer 8. De volgende heet Sebastian Vettel. Ronde nummer 9. En we kijken naar de binnenkant van de Duitser. En we zijn naar P7. Dat gaat al heel erg goed. Gaat dan ook de goede kant op. En dat is precies wat we moeten doen. Daar is dan ook Lance Stroll gezien op dit nauwe punt van het circuit. Aan de binnenkant gezet. En P5 is van ons. Momentje overstuur wel op die curbstone. En Stroll kan terugkomen. Nee, die kan niet terugkomen. In ronde nummer 10 is het inmiddels. En George Russell duikt naar binnen. Ook Nicolas Latifi duikt naar binnen in ronde nummer 10. Russell dus naar die mediumband. Vraagteken.
kan ik zo niet zien. Ik weet niet naar welke band George is gegaan. Wel weet ik dat Sergio Perez en Esteban Ocon nog een keer naar binnen moeten. Ocon is hier dan gezien aan de binnenkant. We laten hem staan en P2 is van ons. De volgende heet dan Sergio Perez in ronde nummer 11. Dankjewel Jeff, dat was zeker een mooie inhaalactie. Ronde nummer 13 is het inmiddels. Terwijl Pierre Gasly uitvalt, de safety car is alweer op de baan geroepen. De tweede van de dag. En er is een nieuwe strategie beschikbaar en die zegt dat we naar de mediumband gaan in ronde nummer 13. Eind deze ronde gaan we dus naar binnen. Gasly staat daar dus stil. We zijn hem net gepasseerd. En dit is heel gunstig voor ons, want wij gaan wat minder tijd verliezen dan George Russell. Komt hij nog aan de leiding? Dat is de vraag, maar we duiken wel naar binnen. In ronde nummer 14 van de wedstrijd. Heel veel jongens duiken ook naar binnen voor die pitstop. We gaan dus naar die mediumband, Ocon naar de harde band. Russell aan de leiding in ronde nummer 14. We hebben wel versere banden dan onze teamgenoot. Dus dat belooft nog wat voor de herstart. Daar hebben we dan de leider in de wedstrijd, George Russell. En daarvoor rijdt dus Bernd Mailänder. Voor de tweede keer in deze wedstrijd moet hij uitrukken voor de safety car. En in ronde nummer 15, terwijl Russell in één keer op de rem gaat staan, ik weet ook niet waarom, besluit dat Bernd Mailänder weg is. Oftewel, hij gaat naar binnen. Russell mag het tempo gaan bepalen. Onze teamgenoot gaat alweer een herstart leiden deze wedstrijd. Want dat heeft hij de vorige keer ook al gedaan. En ik vind die achterkant gewoon prachtig van die auto. Dat zwarte is gewoon perfect. Met dat geel en dat groen. Dat is gewoon oh zo mooi. Ik ben er eigenlijk verliefd op geworden. Eerlijk gezegd wel, sorry dat ik het zeg. Maar je kan me voor gek verklaren. Maar ik vind het gewoon een prachtige livery. Niet normaal mooi. Mailänder duikt nu de pits in. Russell doet het rustig aan. Die doet het rustig aan. We gaan weer racen. We moeten nog wachten tot start-finish. Maar hier zijn we Russell dan al bijna gepasseerd. Nu mogen aanvallen. En Russell is gezien bij deze herstart. Lag te slapen. We schieten wel een klein beetje door. Maar we houden P1. Russell dus doorverzen naar P2. Dat gaat hij niet fijn vinden. En wat hij helemaal niet fijn gaat vinden is dat Sergio Perez in één keer aanvalt bij de Brit. En Russell verdedigt scherp. Perez zit wel aan die binnenkant. Heeft P2 te grazen genomen. Maar Russell vecht terug. Dat is heel goed op te zien. Er zijn nog 13 ronden te gaan in de wedstrijd. Dat gaat heel snel. Ronde nummer 17 is het inmiddels. En Russell is op 3 seconden gereden. 2,9 seconden is inmiddels. Dat is het gat naar George Russell. En wij zetten de snelste race onder nummer 1:23.6. Laatste ronde loopt inmiddels van de grote prijs. Russell op 1 seconde. Hij pakt de snelste race van de punt af van ons. Dat geeft helemaal niks, want we pakken nog steeds de volledige score. Mercedes verschalkt. Mercedes had gewoon een drama weekend met Bottas die gewoon een momentje had. En daardoor tegen Lewis Hamilton aanknalde. Wij komen hier dan bij de laatste paar meters. We hebben geen IRS meer. Russell kan misschien nog de winst pakken. Wordt dat de winst voor George Russell of voor mij? Wij pakken net de overwinning voor Schaven Racing. We maken een 1-2'tje, pakken de volledige score. Een fantastische start van seizoen 4. En dan gaan we ons opmaken voor de grote prijs van Bahrein. De volgende ronde natuurlijk. There's a few disappointed faces up and down the pit wall after that one. But not here. They secured a phenomenal victory. So Anthony, what made the difference out there today? Well, the safety car completely changed the race, didn't it? It's hard to say exactly what would have happened without it, but there's no question that they came out of that situation in a good position. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium.
De uitslag, wij winnen dus de wedstrijd. Pak een 1-2 van George Russell naar P2. Pakt het snelste race-rondepunt. Maar komt 63.000 van de seconde tekort voor zijn eerste overwinning in seizoen 4. Perez naar P3. Verstappen krijgt een tijdrit van 5 seconden. En we leiden het klassement met de coureurs en de constructeurs. 23 punten is het verschil naar Racing Point. 6 punten heeft Russell een achterstand op ons. Dat belooft nog wat voor dit seizoen. Maar goed, wij zijn weer terug bij het normale. Dit was de journal, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten? Beloon dan vooral met een like. Ben je nieuw mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1-2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk een belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mist. Laten we pushen naar die 85 abonnees. We moeten er nog 4 te gaan, dus ben je nieuw? Zeker weten abonneren. Volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1-2020 My Team Career Mode. Dan gaan we weer in Bahrein.